Op donderdag 2 juni gaf dirigent Linda van Rijs haar laatste repetitie bij kinderkoor Quintessens. De repetitie was in basisschool De Diamant in Zomer en Sirius TV was bij haar afscheid. Linda van Rijs, je stopt bij Quintessens? Ja, het werd tijd. Het werd tijd. Ja, nou, het werd tijd, ja. Ik moet zeggen dat ik heb het echt 6 jaar met ontzettend veel plezier gedaan. En dat doe ik nog steeds. Maar dat wilde ik ook graag zo houden. Ik dacht, als ik nou nog te lang doorga, dan wordt het misschien te lang. Of dan, ik merkte ook in die coronatijd dat ik dacht, nou, het is eigenlijk stiekem ook wel lekker rustig. Voor het gezin vooral, dit is de oudste. En de jongste is onderweg inmiddels. Dus wij dachten, ja, dan is het ook wel een keer genoeg geweest. Hoe lang? 6 jaar geleden? 6 jaar. Hoe ben je erin gegaan? Ik ben, nou, dat is wel grappig. Ik had, als papa is ook dirigent, dus ik had alles aangegeven van, goh, ik zag dat ze iemand zochten voor het kinderkoortje. Zou dat niks voor mij zijn? Nee, zei hij, dat moet je allemaal niet willen, dat moet je niet doen. Dus ik liet dat los, tot de smam dat op een gegeven moment een keer ergens liet vallen, bij iemand van het bestuur. En die zei, dan moet ze maar eens even komen buurten. Dus die heeft me echt meteen gebeld. En die zei, misschien is dat toch wel eens de moeite waard om het daarover te hebben. En toen ben ik gaan kijken en toen was ik eigenlijk meteen helemaal verkocht. Ik dacht, dit ga ik doen. Wat doe je naast je werk? Doe ik naast mijn werk, ja. Het is echt vrijwillig voor erbij. Wat doe je voor? Ik werk in de maatschappelijke opvang. Heel iets anders. Dus iets heel anders, ja. Qua vrijwilligerswerk heb ik wel. Ik heb bij de scouting heb ik heel lang ben ik leiding geweest. Ik zit bij het jeugdcomité van de carnaval. Dus wat dat betreft, kinderen is mij wel... aangelegen. En je hebt geen moment getwijfeld om te stoppen? Of niet daarna toen je besluit had genomen? Nee, ik vond het heel moeilijk om het te vertellen. Ik vond het echt wel lastig om te zeggen dat ik ging stoppen. Maar ik merkte ook, ik heb het al een tijd geleden aangegeven, bijna een jaar geleden al. En ik merkte op een gegeven moment ook wel dat ik dacht, ja, weet je, het is ook wel mooi geweest nu, weet je wel. Het is ook wel, we hebben nog een musical gedaan eind vorig jaar als een soort van afsluiter. Dus nu. Ja, dat was wel echt het hoogtepunt. En dat ging eigenlijk nooit, omdat we het hele jaar door wel optredens hebben staan. Maar nu kon dat, omdat we corona hadden. Dus er stonden eigenlijk geen optredens. Dus toen hadden we ook een keer de tijd om echt een musical helemaal te gaan voorbereiden. Vorig jaar ben je achter je aangerend bij Sinterklaas, 7 kilometer aan de stad. Ja, ook daar nog. Dat is een van de hoogtepunten die ik heb gehoord. Ja, dat was ook wel heel leuk. Maar vermoeiend. Ja, zeker vermoeiend, vooral voor die kinderen, maar ook erg leuk. En we hebben een keer bij de Donk met het oorlogsstuk, waar de Donk, dat is al heel lang terug, alweer een jaar of 5 terug denk ik, hebben wij ook mee een onderdeel gespeeld, zeg maar, in die... in dat stuk. Ja, dat was ook wel heel erg gaaf. Ja. Maar jij moet het gat vullen? Nee, ik hoef even geen gat te vullen. Nee, het is juist even wel lekker om niks te hoeven en even rustig aan te doen. En jouw voorraad staat klaar? Die staat klaar. Daar ben ik ontzettend blij mee. En die gaat het ongetwijfeld keigoed doen. Je bent opvolger van Linda van Rijs. Ja, dat is iets wat je altijd gewild hebt. Altijd, ja. Ik heb zelf ook bij de koortje gezeten als kind. Vanaf groep 3 tot groep 8. En ik heb toen heb ik gedacht van ja, ik wil daar ook staan als dirigent. Ooit. Ja. Toen deed mijn moeder het nog. En toen zei ik, ik wil daar ook gaan staan ooit. Ja. En nu was de tijd rijp. Nu is de tijd rijp, ja. Nu ben ik oud genoeg. Want je hoorde dat Linda was stoppen en toen? Ja, Linda had mezelf benaderd. Oh. Dus Linda had me benaderd en ze vroeg of ik het wilde doen. En ik zei natuurlijk ja, kom maar op. Waarom wil je dat doen? Waarom ik het wilde doen? Ik wil heel graag kinderen iets bijleren. Ik zit in het, ik werk met kinderen en dat is mijn grootste passie. En ik ben ook net puber af. Ja. Dus ik wil kinderen graag eens bijleren. Ik ben nog heel jong van geest. En ik wil kinderen gewoon eens bijleren. Ook in de muziek. Maar, ook omdat mijn passie muziek is. Ja. Maar je hebt natuurlijk je eigen smaak. Ga je niet de smaak gaan veranderen? Misschien. Geen rap. Nee, ik blijf wel een beetje hetzelfde soort genre houden. Gewoon Nederlands, want we zijn Nederlands en Nederlandse taal moet er blijven. Ja. Dus ik wil wel gewoon Nederlands blijven zingen. Ja. En dan mogen er meer kinderen bij, of niet? Ja, natuurlijk mogen er meer kinderen bij. Maar gewoon, iedereen is welkom. Ik zie maar één jongen.
Ja, één jongetje, ja. Ja. Maar er mogen natuurlijk meer, dus voor iedereen is het toegankelijk. En hoe lang ga je het doen? Nog 6 jaar of langer nog? Hoe lang? Zolang ik maar wil. Allemaal.